Maar ik denk dat je als ondernemer, zaakvoerder, oprichter, je bent ook het enigste vaste anker in de organisatie. Ja. Al de rest van de organisatie kunnen morgen weg zijn. Dus dat is het mooie volgende. Ja, maar dat is dus vragen. Dus waarom doe je het? Nou, je doet het niet enkel maar uit een soort van, ik wil goed zijn voor de mens. Je doet het ook uit de gedachte, dat weet ik toch, of wij, uit de gedachte van, mensen blijven langer. Hè? Of mensen zijn happier, vinden het leuk om wat ze doen. Ja, daar ben ik mee akkoord. Blijven langer, et cetera. Klopt. Ja. Maar is dat zo? Ik heb dat idee wel. Hè. Als ik bij ons echt in de sector zie, mijn communicatiebureau, is het verloop veel hoger dan bij ons vandaag. Hè. Ze blijven langer, wij hebben gemakkelijker aanwervingen, wij vinden gemakkelijker volk. Dus op dat vlak denk ik wel dat het zeer aangenaam is om zo'n organisatie te creëren. Ja. Wat ook de andere kant van de medaille ook is. Hè. Ja, mensen die blijven soms langer, hè? Omdat het ook weer leuk en gezellig is. Ja. Terwijl dat ze soms zelf aan hun limiet zitten. Ja. Zelf zeggen van, is goed, maar ik kan eigenlijk hier niet meer doorgroeien, omdat de organisatie het niet toelaat. Maar ik wil eigenlijk niet ergens anders, omdat het hier zo leuk en goed en interessant en gezellig is. Dus ook, ik zie het soms ook als een rem voor bepaalde mensen. Waarin, en dan vind ik het, de verantwoordelijkheid, dat hebben wij een paar keer gedaan, om mensen ook te zeggen van, is goed, maar... Ga iets anders doen. Jij moet groeien als persoon. En hier zitten gewoon aan uw limiet. Ja. Oké. Ja, ik ben bij ons... ik denk wel dat mensen gelukkiger zijn. Of althans, ik hoor... Ik weet niet of ik alles hoor natuurlijk. Hè, maar wat ik hoor is dat mensen happier zijn en dat soort zaken. Met hoe dat de boel werkt en gevoel van een soort van fulfillment in, ik draag bij en dat soort zaken. Ze langer blijven, loyaler zijn, weet ik eigenlijk niet. Ja, dus het is niet zo heel objectief te meten, vind ik bij ons. We zijn nog niet zo heel erg groot, dus dit is gemiddeld gezien als er eentje wat verder weg is dan de ander. Dan zijn we in het begin van in die soort organisaties gestaan. Altijd. Ja. Ik heb 15 jaar meegemaakt en dan bekend gedaan. Ja. Heel top-down gestuurd. Ja. Dus jij zegt, ga er maar vanuit, man, ze blijven langer. Ja. Blijven langer, plus als ondernemer is het gewoon voor mij veel aangenamer. Ja, vroeger was het heel hard van, ze keken constant naar u. Hè. Ja. Jij moest de beslissingen nemen en alle problemen en alle dingen komen vooral op uw schouders en jij moet daar echt gaan zeggen, oké, is goed, ik ga het oplossen, Ja. En nu heb ik voor mijn eigen veel meer vrijheid. Hè. Also, ik heb op een gegeven moment die oefening gedaan van waar ben ik vandaag mee bezig, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. Ja, en dat je dan na 15 jaar ondernemer op het punt komt dat je zegt van shit, 10% van mijn tijd ben ik nog met leuke dingen bezig. Ja, dat is niet juist. Dat is niet oké. Nee. Niet als ondernemer, gewoon überhaupt. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is in elke... altijd.